daar staan we dan, zomer op het schip. Hadden we toch niet gedacht, hè, toen we nog uit Spanje, toen we dat allemaal nog zouden bedenken, hè, dat het zo zou gaan. Ja, goed geregeld. Ik moet eerlijk zeggen, Pieter, ik ben ontzettend trots op jullie. Dat hebben we toch even leuk gefixt, hè, Sint? Ik ben heel erg blij dat jullie het zo geregeld hebben, want wat hebben we een prachtige boot. En de kapitein heeft nog een slaapplaats geregeld voor ons allemaal. Oh, kijk, dat dus is mooi. Het is helemaal voor elkaar. Ja, die wil ik straks wel even van dichtbij zien. Maar ik wil wel een beetje, af en toe een beetje misselijk zit. Van die, ja, maar dat is een beetje zeeziek. Een beetje zeeziek, dat, denk ik. Dat gaat straks wel overal aan land zijn. Hoofdkantoor Sinterklaas, goedemiddag. Oei, ja, dat wordt toch een beetje lastig, denk ik. Het is wel een heleboel geld en het is wat lastig allemaal ligt het op het moment. Ik moet het even overleggen met Sinterklaas of dat allemaal wel door kan gaan. Ja, ik bel u even terug. Goed, tot ziens. Oeh, weer een grote bestelling. Ik weet het allemaal niet hoor, of we dat wel gaan halen. Ik weet het ook niet. Het wordt wel erg duur, denk ik allemaal. We moeten maar even aan Sinterklaas vragen of hij. Hoe het verder moet. Hoe het verder moet. Laten we dat even vragen aan de Sint. Sinterklaas. Ja, zeg het eens. We willen toch wat met u bespreken. Het gaat niet zo goed. We hebben niet zoveel geld. Niet zoveel geld. Om cadeaus te kopen en zo. Dus, het is allemaal een beetje minder, denk ik, Sint. Weet niet of u nog een oplossing weet. Hoe kan dat nu zo minder zijn? Ja, daar schijnt toch wat met geld gestrooid te zijn. Is er met geld gestrooid? Ja, dure cadeaus en zo, Sint. Ja, en hoezo met geld gestrooid? Hoe gaan we dit oplossen? Nou ja, dat wilden we nou net aan u vragen. Misschien kunt u eens bij de bank informeren. Ja, bij de bank? Ja. Bij de bank. Nou ja, dat ben ik niet gewend, maar ik wil gerust wel een keer de bankdirecteur even bellen. Moet dat gelijk of? Ja, doe maar even zin. Anders moeten we al de neven kopen, dat willen we ook niet. Nee, dat gaat ook niet goed. Nou, dan ga ik wel even bellen. Ja, hallo, met Sinterklaas. Ja, spreek ik met de bankdirecteur. Ja, zeg. Ik zit hier met een klein probleem. Ik heb eigenlijk tekort geld om cadeaus te kopen voor de scholen in Holland. En nu... Wat? Het moet minder. Het moet veel minder. Veel minder. Er moet bezuinigd worden. Nou, ja, daar overvalt u me een beetje mee. Ik wilde toch even overleggen met mijn Pieter. Maar het kan toch niet zo zijn dat... Opgehangen. Het gaat niet goed, Pieter. Nee. Het is crisis. Crisis? Grote crisis. Waar kunnen we dan nu nog op bezuinigen? Op pakjes voor Holland, voor de scholen, ja. voor de Van Arkelschool. Moeten de pakjes van de Van Arkelschool minder? Nee. Niet bij de Van Arkelschool. Waarom niet? Ja, want bij de Van Arkelschool zit zo'n lieve juf. Oh, en daar hou ik zoveel van. Dus alsjeblieft, zit niet op de Van Arkelschool. Ja. Want die ga ik straks toch... Moeten we dan op bezuinigen? Allemaal harten sturen naar de Van Arkelschool. Ja. Ja, die ga ik allemaal hartjes sturen en die kunnen ze allemaal in de scholen hangen. Hé, hey, hallo, wakker worden. Hey. Wat? Er moet wel bezuinigd worden. Bezuinigen. Ik weet wat. De stoomboot. Ja. De stoomboot gaat eruit. Ja, wat is dat nou voor onzinnig idee? Nou, wij weten wel een mannetje die dat graag zou willen doen. Wat? Ja.
Nou even naar Spanje op en neer varen. Dit is hem dan, ja. De boot. Nou, Sint, hier moet alles wel in mee kunnen, denk ik, hè? Wat denkt u? Die is groot. Hey, zo, alle pepernoten en pakjes en cadeautjes. Zeker die voor de Van Arkel school. Ja, dat moet toch helemaal goed komen, Sint? Ik denk dat voor alle scholen alle pakjes er wel in kunnen. Ja, ik denk het ook. Groot is jongen. Nou, kom. Ik zie de kapitein al staan, Sint. Ja. Oh, fijn zeg. Wat hebben jullie dat goed geregeld, zeg. Goedendag. Hallo. Goeiedag. Hallo. Welkom. Ja. Ik ben de kapitein van deze boot. Ja. Nou. Ik ben Sinterklaas. Ik ben Noach, welkom. Ja, en ik heb begrepen dat wij met u mee mogen varen. Ja, natuurlijk. Ik heb plek zat. Hadden ze al gevraagd of wij mee kunnen varen naar Broek op Lange Dijk? Nou ja, naar Holland dat gaat wel lukken, maar Broek op Lange Dijk, dat gaat hem niet worden. U kan mee tot aan Rotterdam en dan moet u daar vandaan zelf vervoer regelen. Broek op Lange Dijk is een beetje te kleine haven voor deze grote boot. Ja. Maar dan bent u in ieder geval in Holland. Ja, dan zijn we in ieder geval in Holland. Ja. Wij regelen wel even vervoer, zie. Dat komt wel goed. Dus we varen met deze boot naar Rotterdam. Ja. En vandaar hebben jullie vervoer. Ja, regelen we. Dat regelen we even, zie. Oké. Dan vertrouw ik jou. Ja, oké. Goed. Kom maar op. Ja, doen we. Mooi, hè? En alles past erin, zie. Alles past erin. Laat het voor. Dit is het Pietenverblijf. Oh joh. Kijk eens. Prachtig. Dan kunnen jullie heerlijk slapen. Dat dacht ik. En waar is mijn slaapplaats? Die is ietsje verderop, Sint. Oh, ja. Heel mooi plekje. Komt u maar mee. Kijk, die is hier beneden. Hier beneden. Kijk. Kijk hier. Tadaa. Wat? Moet ik hier gaan slapen? Ja. Ja, dat is nog een prima plek, Sint. Wat is er nog mis mee? Heerlijk. Tussen dat stro en dat hooi. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 tuurlijk. Lijkt mij lekker, hoor. Ik weet niet of dat wel zo lekker ligt, hoor. Ja, wel. Zal dat niet erg kriebelen? Valt best mee, Sint. Valt best mee. Nou, Sint. Ja. Daar staat hij. Americo. Nou, dat is Americo toch niet? Nou, Sint. Het is bezuinigen natuurlijk, dus we zijn begonnen met een kleine versie. Ja. Maar hij wordt groter, hè? Ja, hij wordt groter. Als we in Nederland zijn, dan is hij hartstikke groot. Als jullie hem genoeg eten geven, dan is het een echte Americo weer. En kan ik er dan ook op zitten? Ja, ik denk het wel. Moet kunnen. Ja. Oh, okay. Moet kunnen. Nee, dan komt het dus wel goed. Ja, oké. Okay. Nou. Zo, hey. Nou Sint. Nou. Lekker even een bakkie. Even een bakkie, heerlijk. Ja. Dat het wel een mooie boot is, Sint. Het is een prachtige boot, joh. Mooi groot. Ja. En alles van hout en duurzaam. Ik vind dat jullie dit verschrikkelijk goed hebben. Ja, veel beter dan die vervuilende, stinkende stoomboot, Sint. Ja. Deze eco-boot. Dit is veel beter. En recyclebaar, hè. Recyclebaar. En groot, hè. Helemaal van 2000... 2012. Is hij zo nieuw? Ja, hij is net nieuw. Ja. Zo. Wat gebeurt er? Kom mee. We gaan even op onderzoek uit. Ja, doen jullie voorzichtig? Ja, Sint.